Cynthia Beck werd op 6 december 2016 op haar motor geschept door een auto. De klap was zo enorm dat die vandaag de dag nog steeds nadreunt. Ze heeft nog steeds klachten en hoopt op een goede behandeling in Amerika. Cynthia, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, het verhaal begint eigenlijk al een dag daarvoor, op 5 december. Bijzondere dag, heeft er ook mee te maken. Want aan wie had jij de motor uitgeleend? Ja, die hadden we uitgeleend aan Sinterklaas en zijn Pieter. Ja. Op school, ja. En dat was eigenlijk een hele fijne, leuke dag. En tot het moment daar was, de volgende dag, de fatale dag. Toen reed je motor terug naar de stalling. En kun je eens vertellen wat er toen gebeurde? Ik werd over het hoofd gezien door een automobilist. En ik dacht dat hij mij wel gezien had. En dus ik wilde doortrekken. En toen op 6 meter afstand blokkeerde hij ineens mijn weg. En daarbij heb ik wel geprobeerd te stoppen door heel hard te remmen. Want ik kon niet uitwijken naar links of naar rechts vanwege verhoogde stoepranden. Ja. En toen ben ik er volop ingereden. En toen ben ik over mijn stuur heen gevlogen, heb ik de auto gekopt. En vervolgens reed de man door. En ben ik nog een stukje meegetrokken en toen ten val gekomen op de grond. Ongelooflijk. En ik heb je verhaal gelezen op internet. Toevalligerwijs reed ook een familie van je erachter. Hè? Dat moet ook ontzettend traumatisch zijn geweest. Gelukkig ook wel waren ze ook wel snel bij, hè, aan de andere kant. Ja. Mijn vader die reed voorop, want die had ook zijn motor uitgeleend. En mijn moeder reed achter mij om ons vervolgens weer thuis af te zetten. En dankzij mijn moeder is de automobilist wel gestopt, want zij begon te toeteren. En toen kwam die wel tot stilstand. En mijn moeder die zag al wel dat ik, nadat ik weer op de grond lag, dat ik bewoog. Dus dat was voor haar al wel geruststellend. En was dat natuurlijk wel schrikken. En vooral voor mijn moeder veel boosheid. En omdat de man eigenlijk ook wel daarna uit de auto stapte en vervolgens eigenlijk heel erg boos op me was. Wat doe je nou? En jeetje, ik deed als een imbeziel. En En toen je daar op de grond lag, had je toch gelijk al het idee van ik krabbel wel weer overeind en dan rijden we weer verder? Of had je het idee van dit is toch wel heel erg mis? Ik dacht wel ik doe het nog. Ja, totdat ik me realiseerde dat ik niet kon ademen. Jeetje. En ik zag uiteindelijk ook overal bloed. En toen dacht ik, waar komt dat vandaan? Heb ik gewoon verwonding in mijn gezicht. Ik voelde verder geen pijn. En of in ieder geval geen pijn dat ik dacht van wel mijn knie, maar dat was wat verder dan waar het bloed lag. En het enige wat ik dacht, wanneer kan ik weer ademen? En om me heen gebeurt er van alles. Mensen willen ineens een helm van mijn hoofd aftrekken. En ik denk, die moet erop blijven zitten. Inderdaad, en, dat is het slechtste wat je kan doen. Het is begrijpelijk, maar laat altijd een helm zitten. Ja. Dus ondertussen ben je nog met van alles en nog wat bezig in de omgeving. Dat ze van je afblijven. En je bent eigenlijk heel erg op jezelf gericht. Of in ieder geval, ik was erg op mezelf gericht. Van ik moet ademen. En je ziet ineens wel even in het lichtflits je leven een beetje voorbij komen. Ja. En toen ik op een gegeven moment al dacht, nu moet er wel een beetje lucht komen, anders leg ik alsnog het loodje. Toen kreeg ik gelukkig weer een beetje zuurstof binnen, al ging dat wel heel moeizaam. Ja. En daarna ging het allemaal best wel snel. Mijn vader was teruggereden, want die kwam erachter dat we niet achter hem reden. En die heeft toen de motor van mijn been afgetild. En dat was al een verademing. En ik vond het ook wel fijn dat de motor uiteindelijk ook uit was, want die draaide nog volle toeren. En ik kon er niet bij de donemansknop. Dus die bleef maar draaien en ze snapte niet wat ik bedoelde toen ik daar naartoe wees. Ja. Wat ik, te praten lukte dus ook niet. En daarna heeft mijn vader eerst hulp verleend. En toen was al heel snel politie en ambulance eigenlijk ter plaatse. Ja, en naar welk ziekenhuis ben je vervoerd? Naar het Sint-Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Ja, en daar hebben ze je natuurlijk een beetje, daar hebben ze je nagekeken en behandeld. Wat voor verwondingen constateerden ze bij jou? Ik had een gebroken neus en een gebroken neustussenschot. Ik had een enorme jaap op mijn neus. En een wond aan mijn onderlip en mijn wenkbrauw.
En dat heeft te maken dat de spiegel van mijn motor onder mijn vizier is gekomen. En door de klap heen en weer is die afgebroken. En ja, die heeft dus de verwondingen aan mijn gezicht gemaakt. En ja, gelukkig niet mijn oog geraakt. Dus dat was wel wat ik me later realiseerde. Dat had ook ietsje lager kunnen zitten dan was hij misschien wel door mijn oog gegaan. Dus verder had ik gewoon behoorlijke wat kneuzingen. Dus ik zou wel behoorlijk bont en blauw worden. En dat het allemaal dik zou worden. Dat is ook zeker wel het geval geweest. Maar verder middels CT-scan, röntgenfoto, echo-onderzoek voor de organen. Dat zag er verder wel gewoon goed uit. Dus, nou zou je op het eerste gezicht dan denken, zoals je dat als je jou dat hoort vertellen, dan denk je van ja, het is een enorme klap geweest. En je moet wel wat revalideren in die zin dat je neus weer moet herstellen. Allemaal heel erg ongemakkelijk. Maar dan zou je denken van ja, als je dan misschien een jaar verder bent, dan gaat het allemaal wel weer een beetje beter. Maar in jouw geval bleven de klachten. Welke klachten heb jij tot op de dag van vandaag nog steeds? Ja, voornamelijk cognitieve klachten. Dus ik ben snel vermoeid. En lange gesprekken voeren vind ik dus heel lastig. Ik kan in principe alles, alleen het kost mij gewoon wat meer energie dan ieder ander. Ik vind licht vind ik bijvoorbeeld heel lastig te verdragen, dus ik draag al heel snel mijn zonnebril. Mm-hmm. En geluid, dus drukte. Als ik in gesprek met iemand ben en er is een radio of je bent op een verjaardag, dat lukt me even, maar daarna ben ik echt kapot. Dus dat is gewoon heel erg vermoeiend. En verder rest heb ik ook pijn. Dus pijn in mijn hoofd, pijn in mijn nek, pijn in mijn schouderblad, borstkas. En dat zijn denk ik wel de klachten die ik heb. Ja, en doordat het mijn hoofd het niet altijd lekker doet, word ik dan ook duizelig, omdat het gewoon een beetje te veel wordt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je uiteindelijk weer meldt bij je huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis. En je zegt van joh, ik voel me nog steeds niet helemaal top. Dit zijn de klachten. Wat kunnen ze daar in Nederland aan doen? Ik ben bij een neuroloog geweest. En die heeft me uiteindelijk naar een revalidatiecentrum gewezen. Daar ben ik bij twee verschillende revalidatieartsen behandeld. En daarbij krijg je dan allerlei verschillende therapieën. En uiteindelijk krijg je allemaal onderzoeken, omdat dat vanuit de werkgever moet. En omdat dat vanuit de verzekering moet. En ga je het hele riedeltje af. Ja. En gewoon keihard werken, want ik wil graag beter worden. In het begin ging dat eigenlijk ook best wel voorspoedig. Alleen nu is het gewoon heel traag. Ja, het stagneert allemaal een beetje. En eigenlijk loop je nu in Nederland stuk. En we hebben net Marlika de Hoog gesproken. Voor haar is het flinke stipje, echt een bol aan de horizon, is op dit moment Rusland. Voor jou is dat Amerika. Daar lonkt voor jou de hoop op in elk geval veel meer herstel dan je in Nederland kunt bereiken. Kun je eens vertellen wat je daar mogelijkerwijs gaat vinden, wat je in Nederland op dit moment niet kunt vinden? Ja, aan de hand van een functionele MRI. Dat houdt in dat je een MRI ondergaat. En ondertussen krijg je allemaal vragen die je dan in je hoofd moet beantwoorden. En dat kunnen ze dan kunnen ze in kaart brengen welke hersengebieden actief zijn of juist niet actief zijn. En aan de hand van dat beeld wordt er dan een uitgebalanceerde behandeling aangeboden. En dan word je fysiek en cognitief uitgedaagd om ervoor te zorgen dat die hersendelen die dan niet zo goed functioneren, juist weer actief te zetten. En de doorbloeding in je hersenen werken dan ook, moeten dan ook weer beter gaan werken. En en dan hopelijk dat, de kapotte neuronen weer geactiveerd worden, waardoor het dus de netwerkjes binnen je hersenen weer korter worden. Waardoor het dus weer wat makkelijker wordt voor mij om gewoon weer de normale dingen op een dag te kunnen doen. En die resultaten die zijn echt ontzettend goed, hè? Want ik heb onlangs ook iemand gesproken die is er ook geweest. Hoe heet die organisatie? Cognitief FX.
In Amerika zit dat, hè? In Amerika, ja. Die resultaten die zijn waanzinnig. Er zijn mensen teruggekomen die zeggen van... nou, ik heb echt zoveel energie dat mijn arts bijna zegt in Nederland... van doe maar een beetje rustig aan. Maar ik wil eigenlijk alles weer. Mensen die arbeidsongeschikt waren... die nu inmiddels weer met een eigen bedrijf zijn begonnen. De klachten die jij hebt, kan het eigenlijk ook allemaal straks gewoon overboord... en heb je weer een heel nieuw leven voor je? Ja, dat hoop ik inderdaad wel. En die mensen heb ik ook gesproken. En dat is fijn. En ook vanuit de revalidatiecentrum waar ik zelf heb gelopen, die hebben mij dit ook aanbevolen. Van nou ja, pak dit op. We hebben hier mensen in behandeling gehad die uiteindelijk naar Amerika zijn gegaan en deze behandeling hebben ondergaan. Ja. En die dan weer terugkwamen bij het revalidatiecentrum. En echt wel duidelijk verbetering lieten zien. En dat geeft ook in die zin goede hoop. En dan krijg je waarschijnlijk 100 keer de vraag van hè, welke ergernis ook naar de Nederlandse instituten, farmaceuten en artsenwerelden en dergelijke. Waarom kan dat nou in Nederland niet? Ja, ze zijn dat nog wel gewoon aan het onderzoeken. Kijk, in Nederland moet dat natuurlijk allemaal wel wetenschappelijk bewezen worden. En zover zijn we gewoon hier in Nederland nog niet. Men sluit het niet uit dat dit werkt. Dus het is niet zo dat ze zeggen van, nou ja, we totale onzin. Alleen we moeten hier gewoon, het moet allemaal evidence-based zijn. En dat is het hier gewoon nog niet. En laat me raden, de verzekeraar, die gaat dat ook niet dekken? Nee, duidelijk niet, nee. Nee, want over hoeveel geld hebben we het? 14.000 euro. 14.000 euro, dat is een heleboel geld. En daarvoor ben jij, zoals dat in de moderne wereld gaat in 2019... ben je niet meer met de collectebus huis aan huis rondgegaan. Maar je hebt op internet een crowdfunding ben je begonnen. Er is er onwijs veel geld opgehaald. Zijn dat allemaal particuliere giften of zijn er ook acties gehouden om dat geldbedrag bij elkaar te krijgen? Als eerste, dit heeft mijn zus geregeld. Ja. Want ik vond het nogal wel een ding. Ja. En dit zijn wel particuliere donaties tot nu toe. Mensen die, zou maar zeggen, dit op Facebook voorbij hebben zien komen. Of die dat via hebben gehoord. Ook specialisten die mij hebben behandeld. Die ook goede vertrouwen in hebben. En mij... moet ik dat zeggen, een beter leven gunnen. Ja. Zus is daar ook wel heel erg bij betrokken. Hè? Die moeten we ook eigenlijk wel een beetje bedanken voor dit alles dat ze dit gedaan heeft. Ook, ook weer dankzij je familie ben je vanavond op de radio. En ik kan me heel erg goed voorstellen dat dat je liever in een andere hoedanigheid in de belangstelling staat dan eigenlijk met dit verhaal. Want het is eigenlijk natuurlijk ontzettend treurig. En dan moet je ook nog een keertje met de pet rond om geld op te halen. Maar ja, het is wel de manier vandaag de dag om het op deze manier te gaan regelen. En het gaat ook heel erg goed. Dus je kan iedereen er ook dankbaar voor zijn. Want hoeveel geld heb je inmiddels al opgehaald? Sorry. Vind je het moeilijk worden? Ja. Ik snap het. Nou, ik weet in elk geval dat... dan gaan we dat ook een klein beetje afronden. Want het is ook een heel moeilijk verhaal. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind... is om mensen in elk geval nog te wijzen op de website... waar ze kunnen... doneren. En ik wil je verzoeken om dat nog even te noemen. En als je net zo geraakt bent als wij allen hier. En het mooie wat uit iets vervelends toch voort kan komen. En als je Cynthia het beste gunt. Een beter, mooier leven. Want de narigheid sinds december 2016 die ze op dit moment heeft. Die gun je helemaal niemand. En we zetten met z'n allen de schouders eronder. En laten we hopen dat we ook in het geval van Marlika. En in dit geval ook gewoon een mooi bedrag gaan ophalen. In dit geval hoeft er niet meer zo heel veel geld opgehaald te worden. Een paar duizend euro. En Cynthia, hoe kunnen mensen hun steentje bijdragen? Via geef.nl is mijn zus een crowdfunding gestart. Ja. Nu ben ik alleen even
Mijn laptop die is uitgevallen, dus ik weet even niet exact de link. Dus ik pak hier even wat anders bij. Ja, we gaan het ook nog op social media zetten, hoor. Dus je hoeft dat nu niet allemaal met kunst en vliegwerk tevoorschijn te halen. Maar we gaan het sowieso op dossier Mastenbroek, Den Haag FM. Morgen ook in samenwerking met de lokale krant in de gemeente Pijnenkanoodorp. De Telstar en de lokale krant ook in Berkel-Roderijs Lansingerland. Hart van Lansingerland gaan we dat ook allemaal delen. Dus morgen komt eigenlijk pas de grote boom, de grote klap. En laten we hopen dat er dan ontzettend veel gedoneerd wordt. Dus de linkjes worden allemaal nog gedeeld. Ik dank jou in elk geval ontzettend voor het verhaal wat je hebt willen vertellen. En ik heb er heel veel respect voor dat je dat hebt durven doen op de radio. En laten we hopen dat die laatste centen zo snel mogelijk binnen gaan komen. En dat je weer, weer gewoon op een normale manier, zonder pijn en zonder gekkigheid, weer lekker verder kan met je leven. We gunnen het je allemaal. En laten we zeggen, het gaat ook gewoon lukken. Laten we er gewoon positief in staan. Het gaat je lukken. En we gaan gewoon lekker naar Amerika toe. En je komt straks weer fris en fruitig hersteld weer terug naar Nederland. Laten we het zo eindigen met die hoop. Het komt helemaal goed. En ik dank je en ik wens je nog een rustige avond. Ja, jullie ook. Voor jij ook bedankt. En ook een fijne avond nog. Dit is Dossier Mastenbroek. Op Den Haag FM. 100% Haag.